Een van de nieuwe veranderingen bij de verkiezingen van de Jeugdraad Suriname is de mogelijkheid voor het digitaal stemmen. Mitesh Bagu, directeur van het Nationaal Jeugdinstituut, zegt dat deze optie wordt bekeken vanwege het minimaliseren van de financiële middelen die gepaard gaan met het organiseren van verkiezingen. Maar ook omdat jongeren leven in een digitaal tijdperk en dit een effectieve manier is om hen te laten deelnemen aan de verkiezingen. Het zal dan voor het eerst zijn dat bij verkiezingen in ons land het digitaal stemmen een optie is. Maar als land zullen wij ook de eerste zijn in de regio. Een mijlpaal die Suriname weer eens positief op de kaart zal plaatsen, zegt Bagu. Die digitale stemming ervoor kan zorgen dat je bijvoorbeeld het totale budget terug kan brengen. En misschien wat je voor 100% zou moeten uitgeven, ga je nu maar 10% uitgeven. Dus je hebt toch wel een behoorlijke, laat ik zeggen, financiële voordeel ook eraan. Als je dat ook zo moet doen. En zeker in deze tijd, wat alles zo duur is, moeten we de weinige middelen die we hebben heel zuinig en goed gebruiken om er efficiënt mee om te gaan. Want het is geen nieuwigheid dat er bijvoorbeeld verkiezingen worden gedaan waarbij mensen in feite, maar daar moet je wel naar een stembureau gaan. Bij ons is het gewoon dat je van huis kan stemmen. Maar ik denk in de toekomst, het is een digitale tijdperk, zou het zeker een optie zijn omdat je heel wat voorbereidingen zou eruit kunnen halen. En weet je, als we kijken alleen naar hoeveel we moeten uitgeven aan uitprinten van stembiljetten en alles, kost allemaal heel veel geld. Bagu zegt dat het juist de bedoeling is om de financiële middelen die gebruikt zouden worden voor stemmateriaal te investeren in het trainen van de gekozen jongeren. De focus zal ook worden gelegd op het uitvoeren van projecten binnen de samenleving. De directeur gaf te kennen dat er in deze periode zal worden gefocust op het creëren van bewustwording over jeugdparticipatie. Want we zijn ook bezig met een jongerenfonds die op den duur ervoor gaat moeten zorgen dat jongeren binnen de, laten we zeggen, landelijke vertegenwoordiging ook kleine projecten tot een bepaald bedrag kunnen indienen. En als die goedgekeurd is, dat ook kunnen uitvoeren met jongeren van Jeugdraad Suriname. Maar dat is natuurlijk een vervolgtraject. Maar dat bedoel ik, die middelen die overblijven kunnen we dan gebruiken meer in projecten binnen de jongeren door jongeren.